Dit is een algemene legging. En we gaan kijken naar wat gaat er gebeuren de komende maand. Volg de leider. Nou, ik merk dat deze kaart heel veel naar boven komt de laatste tijd. En het gaat echt over het staan voor waar je in gelooft. Voor wat jij wilt. Jouw stem mag gehoord worden. Jij mag er zijn. Door jezelf te zijn, door echt te zijn, leid je anderen. En we hebben de storm. Dus een storm die op dit moment... er is woed, maar staat op het punt te eindigen. Dus er komt rust aan en dan wordt alles beter. De dwaas. We hebben een nieuw begin hier. En een hele nieuwe cyclus die begint met de wereld. En communicatie die eraan komt. Er is een bepaalde cyclus die eindigt met de wereld. En er is een bepaalde cyclus die begint. En nou, met de dwaas gaat het om een hele nieuwe start. Tussen jou en jouw geliefde communicatie komt eraan. En dat komt na die storm. En we hebben de ster. Dus iets wat je heel erg graag wilt, gaat eindelijk gebeuren. Ja, dit is iemand die terugkeert in jouw leven met het oordeel... Een nieuwe ronde, zeg maar, een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Aan jou de keuze, hè? Wat je daarmee wilt doen, wat ga je hiermee doen? Nou ja, misschien belangrijk om te weten waar het naartoe gaat, hè, voor jullie. Dus daar gaan we naar kijken. Is het een goed idee om deze persoon uit je verleden weer opnieuw toe te laten in je leven? Wat die kaart aangeeft is dat het nodig is om naar jezelf te luisteren, niet naar anderen te luisteren. De mening van anderen die doet er niet toe. Je moet doen wat jij wil. Dat is een belangrijke boodschap die we hier doorkrijgen. En dat betekent eigenlijk al zelfs dat je niet eens advies hoeft te vragen aan anderen. Want je mag helemaal op je eigen gevoel vertrouwen. En wat je kunt doen, hè, als je dat lastig vindt, kun je bijvoorbeeld... als je de neiging hebt om advies te gaan vragen, dat je dan denkt van... Nou, wat hoop ik dat het advies gaat zijn? Dan heb je eigenlijk je antwoord al en dan kun je dat advies achterwege laten. Dan kun je gewoon je eigen gevoel volgen daarin. Ja, ik heb hier dus iemand die op jou afkomt gestormd, gegaloppeerd. En dan sta jij voor een keuze. Ga je het doen of ga je het niet doen? Ik zie een sterke aantrekkingskracht tussen jullie. Een hele sterke seksuele aantrekkingskracht, sowieso. Nou, ik denk dat er even geen contact is... is geweest tussen jullie. En nu is deze persoon zich aan het openen. Het hart aan het openen, zoals we hier zien. Nou, we gaan even kijken naar die communicatie. Ah, deze persoon heeft het heel erg moeilijk zonder jou. Je zit aan jou vast.
Heeft veel pijn, heeft veel verdriet. Er is eigenlijk niks aan zonder jou. Maar om die stap te zetten, dat is best wel moeilijk. Maar dat gaat diegene wel doen. Deze persoon weet ook dat het nodig is om die gevoelens uit te spreken. Hè, en om te zeggen van, nou, ik kan niet zonder jij. Ik wil met jou verder. Ik wil jou in mijn leven. En dan gaat eindelijk gebeuren wat je zo graag wil dat er gaat gebeuren. Die relatie tussen jullie, die liefdevolle, warme relatie tussen jullie. Jouw soulmate, bekers 2, de soulmate connectie. Dit is, het is heel goed om weer met deze persoon samen te komen, zie ik hier. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Want ik zie twijfel hier, hè? Alleen ik denk niet dat het iets met jullie te maken heeft, maar meer met de wereld om jullie heen of de mensen om jullie heen, wat je wil. Misschien dat je toch ergens bang bent voor wat mensen ervan gaan zeggen dat jullie samen zijn. Dus dat kan dan gaan om iets wat bijvoorbeeld in het verleden is gebeurd, of misschien is dit iemand die misschien je familie of je vrienden niet zouden verwachten bij jou of zouden goedkeuren bij jou. Ja, dat heb je, in principe heb je daar niks mee te maken. Jij moet doen wat jou gelukkig maakt. En dat is echt een hele sterke boodschap die hier uitspreekt voor je. Dus probeer je daar echt aan vast te houden. Even kijken hoor. Ja, een vereniging zien we hier. De vereniging tussen twee soulmates. Jullie mogen nu bij elkaar komen. De tijd is nu juist daarvoor om samen te komen, in een relatie te komen. En ja, je zal voelen, want dat voel je aan heel je lichaam, dat dit ook het goede is om te doen. Dit is wat je het liefste wilt. En dat is het voor jouw soulmate al helemaal. Dat is die wensvervulling. Jouw soulmate houdt van jou. En het verleden is geweest. Wat het ook is geweest. Het wordt nooit meer zo erg als dat. Het wordt alleen maar beter vanaf hier. Vastzitten. Nu zien we toch wat conflicten en dat zijn inderdaad mensen, zo te zien. Mensen om jou heen, om jouw soulmate heen. Nou ja, noem maar op, hè. Misschien wat ik net zei, hè. Misschien is er een bepaald verschil tussen jullie wat kan leiden tot die conflicten, zodat mensen daar iets van vinden. Maar we zien hier een hele, hele mooie uitkomst met die Pentacles 10. Dus ik denk dat het grootste obstakel is jij, jijzelf, je eigen gedachten hierover. En natuurlijk het vertrouwen in deze soulmate, in deze liefde. Want ja, gaat het goed komen? Nou, we hebben net eigenlijk een hele mooie legging gezien. We gaan zo deze kaarten verduidelijken. We gaan kijken naar de conflicten, het vastzitten. Wat gaat er gebeuren? Hoe ziet die toekomst eruit voor jullie? Is die toekomst net zo mooi als dat wat ik hier zie?
Dus nou, we gaan kijken. Ik zet de link naar de verlenging in de beschrijving onder de video. Dus misschien zie ik je daar. En zo niet, ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké? Dag.